Lady is a tramp. Van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij meer avonturen van Nico Bellic en zijn supercoole oude broek. We gaan een missie doen hier bij Francis, want Francis die belde net of dat ik deze kant op wilde komen. Ja, natuurlijk willen we dat, Francis. Omdat jij dat bent en omdat jij een supercoole snor hebt. What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Nou, je goed bezig. Niet zo schreeuwen. Dat is niet netjes, meneer. Ja, ziek in zijn hoofd. Dat is wat hij is. Oh, dan ben je ziek. Is dat altijd involved in someone else's fight ziekte? Ja, die ken ik wel. Die heeft Nico ook. Precies dezelfde ziekte. Ah, wat een rat. Misschien moet hij meedoen met die duiven. Die vliegende ratten. Nou, laat hem zijn best doen. Lukt hem toch niet. Bijvoorbeeld, hij heeft geen snor. Jij hebt wel een snor, dus jouw leven kan niet door hem verpest worden. Grapjas. Jij bent ook een snitching trader, want jij vraagt mij om mensen om te leggen, Henk. Ja. Nico heeft ook helemaal geen zin meer in dit verhaal. Duurt lang. Hoe dan? Moet ik nou serieus zijn broer om gaan leren? Oh, dat gaan we dus niet doen. Hey. Laten we lief blijven voor elkaar. En trek je hoofd naar binnen. Ziet er niet uit. Je lijkt wel een hond die je hoofd uit het raam steekt. Godzijdank zeg. Moeten we zijn broer omleggen. Ach ja, als hij betaalt zullen we dat maar doen, hè. Get the sniper rifle. Handig, want die heb ik net de vorige keer gebruikt om die duif mee af te maaien. Yo, laten we de taxi dan maar eens nemen, hè. Want echte mensen die nemen de taxi. Die hebben toch geld zat. Vehicle. En Derek belt. Hoi Derek. Oeh. Gezellig. Kunnen om het heen kijken. Vast wel. Zo, dure taxi hier. $2 per mijl. Dure shizzle. Ja, het is goed met je. Enter, skip die zooi. Ik heb geen zin om te wachten. Want duurt lang. 2 woorden, 9 letters, .nl. Zeggen we dan. Zie je de auto? Daar is de auto. Wat is de plan? Ik hoop dat je over jezelf bent en ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. Wat? Zit er dirt op mijn broek? Nee, deze broek komt net uit de was. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Serieus, Nico die raakt iedereen die wil raken. Helemaal geen probleem. Go to the courtyard. Prima. Als jullie dat willen. Zijn je nou in 2 yards? Bing, boom. Serieus, waarom moesten we nog helemaal met die auto? Dit is 2 blokken verderop. Zo lui zijn we toen niet. Use the window scaffolds. To get to the rooftop. Ja, hoe komen we daar dan? Hoe gaan we daar komen? Hier? Via dit. Ligt er wel heel toevallig, hè? Ik denk dat we deze benemen. Goed zo, Nico. En dit ziet eruit als een window cleaning ding. Moet er wel goed op gaan staan, Henk. F. En naar boven. Is het hoog? Oh, daar valt wel mee. Is niet eens zo heel hoog. Zo.
Get off the platform, Nico. And get ready to shoot. Oh, we hebben een hele high-tech sniper. Vet. Kunnen we geen duiven uit de lucht schieten? Nee, zijn hier geen duiven? Wat is dat daar? Is dat een duif? Oh nee, het is een kroon. Not good. Waar is dat ding? Oh, daar. Laten we eens even een paar lekkere kogels in iemands kop gaan jagen en zo. Je weet zelf. Hoi. Eric, my brother. Frankie, what's this about? I've gotta say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Ik heb zin om Francis voor zijn kop te knallen. Gewoon omdat het een rat is die zijn broer om wil leggen. Dat doe je toch niet? Maar ja, Francis heeft dan ook weer een snor. Oh, kijk. Take out Derek or Francis when ready. Nou, dat is geen moeilijke keus. Dag Francis. Dag jongen. Dag. Die zegt hij niet aankomen. Get off the roof and evacuate the area. Tuurlijk. Zo Francis, dag jongen. Je had wel een supercoole snor, maar dit had je dus even niet moeten flikken. Daar houdt Nico niet van. Van mannen die zo gemeen met de andere mensen omgaan. Nico heeft ook nog wel een klein beetje eergevoel in zijn donder. Het is niet veel, maar het is wat. Taxi! Taxi! Taxi, kom hier! Nou, dan niet joh. Dan heb ik wel een andere. Zijn er geen andere? Nou, dan hebben we deze auto wel. Auto! Auto, kom! Nou zeg! Deze auto dan. Hier, kom hier. Kom, hier. Nico. Nou ja zeg. Moeten we een serieuze geparkeerde auto jatten? Hoe nemen we deze? Oh, dit is Nico's eigen auto. Nou, dan hebben we deze toch mee. I'll take it. Mag je om. En we smeren hem. Dag Francis, welterusten. Saving content, we krijgen er geen cent voor natuurlijk. Want Francis was de opdrachtgever. En als je een opdrachtgever doodschiet, ja, dan krijg je niet betaald ook, hè. Laten we Derek eens bellen. Aha. Hoppakee. Opgelost. Derek blij. Nico blij. Francis, moi, die zal niet zo heel blij geweest zijn. Maar had hij maar niet de opdracht moeten geven om zijn broer af te laten schieten. Als hij dat nou niet gedaan had, was er niks aan de hand geweest. En had hij dan nog gewoon vrolijk naar de Burger King kunnen gaan. Gewoon een lekker hamburgertje of zo. Bochjom, laten wij eens onderweg naar een safehouse gaan. En ik wil graag die zooi eens even saven. Dat is ondertussen wel weer nodig. We hebben zoveel avonturen beleefd de afgelopen tijd. Tijd om ze eens een keertje op te slaan. Ik heb de hik. Ik heb de hik. Was dat de Glock in Bell? It's time for Glockenbell. Glockenbell. Dat is veel belangrijker dan je spel opslaan. De Glockenbell. Even de auto parkeren. Zo, goed gedaan Nico. Stap maar uit. It's time for Glockenbell. Glockenbell. Wel zonder wapens. Hey. Hey. Returning soon. Institute of Food Hygiene. Ah, ze zijn veroordeeld. Hé, wat flauw. Geen Glockenbell meer voor Nico. De zaak is gesloten. Wat vervelend zeg. Wat vervelend. Geen Glockenbell meer hier. Ach, wat maakt het ook uit. Er zijn al zat Glockenbells in Liberty City. Kijkers van Dus David Games. Ik denk dat ik het hierbij ga laten voor deze keer. Vergeet jullie in de tussentijd gewoon het duimpje niet te doen. Blijft ontzettend belangrijk. Dus doe dat alsjeblieft nog even. Als je dat nog niet gedaan hebt tenminste. De meeste van jullie zullen dat ongetwijfeld gedaan hebben. Voor de rest vraag ik jullie om even te kijken op mijn kanaal, Faco Games. Als je dat nog niet gedaan hebt, staat een link in de beschrijving. Kan je gewoon even op klikken. En dan zie ik jullie de volgende keer hopelijk weer terug. Bij meer avonturen van Nico Bellic en zijn supercoole geweer. En bij meer Dus David Games. Mazzel!